Goed, ja. En bij mij in de studio, Ingeborg de Mullemeester van NVA. Dagelijks zitten er 550 leerlingen langer dan 3,5 uur op de bus. Dat is 220 minuten. Dat wil het kinderrechtencommissariaat terugbrengen naar 120 minuten. Maar dat lijkt toch wel zeer moeilijk om te behalen, hè, dat resultaat. Dat is inderdaad niet zo eenvoudig. En wij pleiten inderdaad als NVA ook voor die kortere reistijden. Daarom dat minister Weitz heel intensief meewerkt aan het hele project, aan het leerlingenvervoerproject. En waar zitten de knelpunten dan? De knelpunten zitten, zoals de minister ook regelmatig zegt, ook aan het verkeer. Hè. Dus het verkeer dat niet meer in de hand wordt vastloopt. Zeker in grote steden. Inderdaad. Nu, de twee pilootprojecten die er zijn in Leuven en in Roeselare zijn niet echt grootstedelijke projecten. Dus binnenkort komt er echt een grote stad bij. Dus eigenlijk een vervoersregio zal erbij komen. Want ondertussen is Vlaanderen opgedeeld in vervoersregio. Dus vervoersregio Antwerpen of vervoersregio Gent zullen ook mee in het pilootproject stappen. Mm-hmm. Wat eigenlijk vrij goed is om het echt wel in kaart te kunnen brengen. Laten we eens eerst dieper ingaan op die pilootprojecten. Wat houden die precies in? Eigenlijk zijn die gegroeid vanuit het feit dat kinderen inderdaad van de ene kant naar de andere kant van de stad mee moeten rijden om kinderen te gaan ophalen in een uithoekje van een stad of van een gemeente. En bij wijze van spreken bijna de school tegenkomen, maar omdat het op één busvervoer is. Hè. En men is op zoek gegaan, samen dus minister Weitz en minister Kreviet, om te kijken van wat kunnen we nu doen om ook alternatieve vervoersmodi in te schakelen. Dat wil zeggen bijvoorbeeld vrijwilligers gebruiken. Mensen die zeggen van kijk, wij willen vrijwillig wel kinderen naar school voeden, waardoor ze korter op de bus zitten. Gebruik maken van speciaal vervoer. Hè. Busjes met echt rolwagen gebonden. Hè. Jongeren die rolwagen gebonden zijn. Fietsbegeleiders, maar ook niet elk kind kan dat. Hè. Er zit ook in het project om meer gebruik te maken van de lijn. Hè. Om echt kinderen te leren om op de bus op te stappen. En tot aan de school te rijden, soms kan dat wel, maar heel veel kinderen vanuit het buitengewoon onderwijs kunnen dat niet aan. Zij kunnen niet anticiperen als er op die bus iets gebeurt. Of de bus moet er bijvoorbeeld om 4:55 zijn en de bus is er niet om 4:55, maar door verkeer is er. Kinderen zijn dan helemaal in de war, ook al weten ze wel, ik moet daarop stappen of er gebeurt iets onderweg. Dat is eigenlijk dikwijls het probleem met kinderen in het buitengewoon onderwijs. Ja, veel hangt af van zelfredzaamheid. Voilà. Die zelfredzaamheid is echt van groot belang. En buitengewoon onderwijs, leerlingenvervoer, is maatwerk. Echt op de maat van elk kind. Dus wat heeft mijn kind nodig? Welke beperking heeft mijn kind? Kan mijn kind met de fiets mee, als daar 1 of 2 begeleiders bij zijn, perfect, dan kunnen we dat zo oplossen. Maar als mijn kind echt begeleiding nodig heeft, ik neem nu bijvoorbeeld een jongen of een meisje met zwaar autisme, dat echt gewoon is van op die bus te stappen en dikwijls ook op dezelfde plaats te zitten met dezelfde begeleider, dan kun je die niet op een andere manier naar school laten gaan. Die zijn helemaal hun kluts kwijt. Ja. En nog een knelpunt is, je kan het dan wel heel goed regelen, dat vervoer, maar als zo'n kind thuis aankomt en de ouders zijn er niet, dan is er ook een probleem. Dus moet er dan, zoals het kinderrechtencommissariaat voorstelt, meer ingezet worden op inclusieve voor- en naschoolse opvang bijvoorbeeld en mobiliteitscoaches? Ja, ik denk dat dat iets is om zeker mee te nemen. Ik denk wel dat de minister dat ook wel nu zal meenemen in het verhaal, want het project loopt nu nog tot juni 2019, om inderdaad eens te kijken van hoe kunnen we dat aanpakken. Maar ik denk ook dat we naar buitenschoolse opvang, hè, de voor- en de naschoolse, kan daar zeker een oplossing bieden. Ook naar ouders die inderdaad vroeger of later moeten werken. Hè. Werktijden zijn niet altijd aangepast aan de schooltijden. Hè. School is gedaan om 16:30, ouders moeten werken tot 17:00 of 18:00, moeten dan nog naar huis komen. En inderdaad, daar kan dat misschien wel een oplossing zijn. Maar wij pleiten eigenlijk naar een platform, naar een maximaal overleg tussen ouders, scholen, CLB, vervoersmodi, verschillende. Niet alleen de lijn, maar ook de verschillende busvervoeren die het privaat doen. Om te kijken van wat is het beste
ja, voor elk kind op maat. Ik weet, dat is echt heel individueel en dat is ook niet zo eenvoudig. Daar zijn we ons zeker van bewust. Ja. Moeten er ook niet gewoon meer bussen worden ingezet en dus meer budget? En ja, bussen, we hadden het daar net al over files. Bussen rijden zich ook wel eens vast in de files. Dat is wel een bevoegdheid van uw partijgenoot, minister Weitz. Enkel voor de lijn, hè? Dus enkel voor de lijn. Dat, ja, je zou kunnen pleiten voor we maken twee kleinere bussen, bij wijze van spreken, maar je kan de lijn ook niet de hele dag laten rondleiden, alleen voor leerlingenvervoer. Ik denk dat dat ook niet opportun is. Dus je moet daar samenwerken met bijvoorbeeld private bussen of kleinere busjes, 8+9. Hè, de chauffeur met een begeleider en 8 kinderen, waardoor inderdaad stukken dat je niet meer eigenlijk bij wijze van spreken van het ene stuk van de gemeente of naar drie gemeentes verder moet rijden, maar dat je naar de school kan komen vanuit de twee kanten. Ik weet dat er een project zo is in Woluwe, die de bus in twee gedaan hebben, bij wijze van spreken, die twee busjes gemaakt hebben en die de reistijd zo op die manier hebben kunnen verkorten. Ja. Maar daarom nog eens, het is maatwerk. Het is maatwerk. Werk. Nog een laatste vraagje, heel kort nog. Zitten er nog mogelijkheden bij Uber, zoals bijvoorbeeld uw collega van Open VLD, Jo de Roo, voorstelde? Ja, Uber of ander taxivervoer, hè. Dat gebeurt nu ook al. Hè. Ouders zoeken naar oplossingen. Mensen die zelf hun kinderen niet tijdig op school krijgen of inderdaad niet thuis kunnen zijn 's morgens als de bus hen komt halen of 's avonds. Veel ouders werken zo samen om te zeggen van kijk, wij betalen een taxi voor onze 3 kinderen van 3 verschillende gezinnen. Het gebeurt nu ook al. Ouders zoeken naar oplossingen, wat normaal is. Ja, hè? Ouders zoeken naar oplossingen. Ik onthoud dus ook dat de pilootprojecten eind 2019 aflopen en dat er nog een derde pilootproject komt. Dank je wel, Ingeborg, de Mullemeester van N-VA, voor dit gesprek. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.